in Purmerend. Ja. Wat vind je ervan? Cool. Ja. Ja. Ja, het is wel cool, dat klopt. Ja, dat is ook muziek. Dit is, hoe heet die? De Munnik van Agda en de Munnik. Oh, ja. Ken je die? En dit is Jeroen van Merwijk. Dat is een hele goede cabaretier. Die maakt ook muziek. Ja. Met een gitaar. Nou, dan gaan we hier omhoog als je wil. Ja. Kijk, hier kan je nog zien dat het vroeger een kerk was, hè? Met die trappen zo. Oh, ja. Dat zijn dan niet echt theatertrappen. Ja, dat was dan zo'n smal gang. Ja, hier ging je naar het kerkorgel toe, zeg maar. Sinds wanneer ben je hier de baas? Sinds 1 september 2020. Dus dat is nu een paar maanden geleden eigenlijk. Nog niet eens een half jaar. Maar heel kort. Maar dat is eigenlijk dus sinds corona? Ja, toen ik hier net begon in september hadden we weer ietsje lossere maatregelen van de overheid. Mm-hmm. En toen zijn er wel een paar weken lang een paar voorstellingen geweest. Maar de laatste avond dat het theater open was en dat er hier iets in de zaal gebeurde op het podium, dat was de avond dat mijn voorganger afscheid nam van het theater. Dat was de laatste avond. Dat is wel jammer. Ja, super jammer. Ja. Ja, dat is hartstikke jammer. En ik verheug me er daardoor ook zo op dat het weer kan straks. Dan zitten we hier in die mooie zaal. Mm-hmm. En denk ik, hier moeten gewoon mensen zitten te kijken naar dat podium. Naar een leuke musical of een leuke goede cabaretier of zo. Nou, nu gaan we even klagen hoor. Want ik ben ook heus niet zo iemand die het zo lang achter elkaar volhoudt om die positieve vibe vast te houden. Gooi handen in de lucht als je luxe problemen hebt! Nou weet iedereen dat heel zeker. Gooi handen in de lucht als je ook gewoon helemaal Tjernobyl gaat op slechte wifi! Ja, wat zou jij gaan doen, zeg maar, als er geen corona was? Dan was ik nu in première gegaan inmiddels met mijn derde voorstelling. En dan was ik nu heel druk met die overal spelen. En ja, hopelijk in wat grotere zalen die lekker gevuld waren. Maar ja, leuk. Helaas. En ik weet niet waarom, maar dan moet je altijd poepen! Ik mis denk ik, behalve dat het ook gewoon mijn brood is wat ik nu mis. Ja. Het allermeest dat... Voor mij, als ik ga optreden, dan is het echt zo, ik kan alles doen, hè. Ik kan gewoon het podium oplopen en ik kan doen waar ik zin in heb. En als je gewoon nu op straat gaat, ik zou bijvoorbeeld bij wijze van op het podium mijn broek omlaag kunnen trekken. En dan zeggen mensen, ach, het is kunst, wat heeft dat meisje dat leuk bedacht. Op straat kan ik dat niet doen. Nee. Dus het is zo'n super vrij plaats. Ja. En dat mis ik wel. Wat doe je nu de hele dag? Ja. Goeie vraag, zeg hé. Ja. Nou, als ik eerlijk ben, ben ik nog best wel druk, stiekem. Ja. Hè? Want er was natuurlijk wel veel gepland om hier nu te laten zien aan iedereen. Allerlei voorstellingen. En daar heb je allemaal afspraken over gemaakt. En al die artiesten die rekenen erop dat ze dat kunnen doen. En daar moet je dus eigenlijk allemaal nieuwe mogelijkheden voor zien te vinden. Dus nieuwe data, hè, waarop ze, nieuwe dagen waarop ze kunnen komen. En eerst dachten we nog, nou, deze lockdown duurt een paar weken, dus we kunnen het wel verschuiven naar volgende maand. En dat heeft eigenlijk heel lang geduurd, elke keer een stapje, dat je al die voorstellingen maar een klein stukje zat te verplaatsen. En nu zijn we eigenlijk bezig om het hele programma een heel seizoen te verplaatsen. En dat moet ik hier zelf doen. Dus gelukkig voor mij, want dan heb ik tenminste wel iets te doen. Ik zit niet de hele dag te wachten. Je bent gewoon de hele dag bezig met mensen bellen. Ja. Ik zit eigenlijk te bellen. Ja, dat is het korte antwoord op jouw vraag. Goedenavond, welkom. Het woord is aan de minister-president. We hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met 3 weken te verlengen tot en met dinsdag 9 februari. En bijna iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze was. Omdat de cijfers niet snel genoeg dalen. En we inmiddels ook te maken hebben met de dreiging van de Britse coronavariant. Denk je dat het een inspiratiebron is voor de artiesten? Ik kan me wel voorstellen dat dat misschien wel een soort creativiteit losmaakt bij die mensen. Maar dat zien we dan weer
straks als we weer open mogen, of dat zo is. Ja. Dan moet je maar eens komen kijken. Mm-hmm. Zou ik wel leuk vinden. Vooral cabaretiers, denk ik, hè, dat die dat wel... Ja. Dat die daar wel iets mee kunnen. Natuurlijk ook heel grappig eigenlijk, dat je van het een op het andere moment niks meer mag. Ja. En wie bepaalt dat eigenlijk? Waarom is dat zo? Mm-hmm. Ja, dat zou ik best een goede conference of zo over willen horen. Dat vind ik wel grappig. Ik heb zelf ook, als je het woord corona hoort, ik krijg wel irritatie, toch? Oh, weer over corona. Maar alle gevolgen ervan zijn wel, denk ik, inspiratie. Bijvoorbeeld binnenzitten en best wel weinig mensen zien. Dat geeft wel weer gevolgen. Gewoon dingen die ik dan meemaak. Ja, oké, ik ga nu een smerig verhaal vertellen. Dat is oké, hè? Ja, ja. Oké. Nou, kijk, dus ik zag heel weinig mensen nog. Normaal gesproken buiten in de wereld kom je gewoon wel mensen tegen. En dan soms heb je daar dan gewoon de mensen in je dromen verwerk je gewoon weer, je hebt gezien. Dus dan soms heb je gewoon seksdromen en dan droom je gewoon om even voor mensen die je op straat hebt gezien. Dat is prima. Maar nu heb ik zo weinig mensen gezien. Ik had alleen maar Joep van het Hek op tv gezien. Oh. In één keer komt Joep van het Hek in mijn seksdroom. Super smerig. En dat komt gewoon door corona, omdat ik zo weinig mensen zie. Ik zie te weinig lekkere mensen nog. Nou, dat vind ik dan wel een gevolg van corona. Het is leuk materiaal misschien voor een verhaaltje of een grapje. Ja. Dus ja, er is wel inspiratie in dat het zo'n super debiele tijd is. Voor wie denk jij dat het erger is dat het theater dicht is? Voor zeg maar de theatermakers of nou, voor jou dus? Voor het theater zelf? Nee, dus voor... Ja, dat, daar heb ik wel... Ja, nu je het vraagt, moet ik daar toch wel goed over nadenken. Want het voelt in het theater als heel verdrietig dat je niet kan doen wat je moet doen. Maar ik denk toch dat het voor die theatermakers en voor die artiesten eigenlijk veel erger is. Ja. Want die merken het meteen in hun agenda en in hun portemonnee. Terwijl wij kunnen eigenlijk wel proberen om te zorgen dat we weer klaar zijn straks voor als het weer mag, dat we goed open kunnen. Hè. Dus we verven alles mooi hier binnen en we zorgen dat de programmering mooi wordt. Ja. Maar die artiesten die zijn natuurlijk best wel zenuwachtig over wanneer kunnen we weer wat geld verdienen. Ja. Dat is wel een ander, dat lijkt me een lastiger probleem. Wat doe je nu de hele dag? Nou, in het begin, toen we er echt door overvallen waren, toen zat ik gewoon thuis. Zo, wat is dit nou weer? Ik weet niet, wat. Lag ik gewoon in bed Netflix te kijken, kreeg ik een uitkering van de overheid. Maar, nou ja, ik verveel me super snel. Dus na een week was ik daar al klaar mee. Ja. En toen kreeg ik gewoon allemaal ander werk. Ging natuurlijk tegen iedereen roepen, ik zoek werk. Maar ik kan ook nog best veel andere dingen. Dus ik kan ook illustreren en monteren en zo. Dus, en webdesign. Dus toen kwamen er allemaal dat soort klussen. Ja. Waar verheug jij je het meest op als de theaterzalen weer opengaan? Het meeste verheug ik me erop dat ik dan hier zit. Mm-hmm. Misschien niet precies op deze stoel, want ik heb een eigen vaste stoel in de zaal, helemaal achterin, waar ik altijd mag zitten. Oh, ja. Maar dat we dan, dat hier allemaal mensen weer zitten om je heen. Ja. Daar verheug ik me het meest op. En dat je met allemaal mensen die je eigenlijk niet kent, maar die heel dicht bij je zitten. En van wie je dus aanvoelt naast je of ze moeten lachen, of dat ze iets heel mooi vinden. En dat je eigen gevoel versterkt, dat is eigenlijk theater. Ja. Voor mij. Dus dat je met elkaar heel erg geniet van iets wat je daar op dat podium ziet. Lijkt me heel leuk.